waren er een aantal uitgedeeld. Dat is dus ook het... Ik heb altijd de grootste moeite met zo'n proces. Nog iets. Dat is koffie. Een zat kaffe. Ik vind dat van Timmermans toch veel mooier. En ik weet, we wisten ook dat hij bepaalde dingen ook zo interpreteerde of evalueerde vanuit zijn eigen gemoedstoestand. Allee, voor mij is literatuur drie dingen. Onomatopee, klanknabootsing, vooral in de poëzie dan. Metafoor, beeld en heimwee naar de jeugd. Pas de Kalfkoe van Stijn Streuvels gelezen. Ik had dat nooit gelezen. Dat is een van zijn verhalen uit 1902, denk ik. En ik ging dat opzoeken omdat Timmermans, als hij 18 jaar was, 1904, hij was al bezig met versjes te schrijven. In de traditionele 19e-eeuwse trant, schreef al wat proza. Ik heb tot mijn groot geluk een roman van hem gevonden die hij geschreven heeft op zijn 17 jaar, die nooit gepubliceerd is en die niet te publiceren is. Zes verhalen, en dat is dus, speelt zich af ergens in de 19e eeuw of nog vroeger in een landelijke hoek van West-Vlaanderen. En dat gaat over een man en een vrouw, twee. Een oude boerenechtpaar, die waken bij een koe, die moet kalmen. En dat leven met andere bedrijven, dat gaat niet goed. En dan komt de zondagnamiddag tussen, die twee boeren, die boerin zitten in een muziekotje. De kaarten en een paar borreltjes te drinken en elkaar op te jutten. Zeg, wat gaan we met je? Ga toch nog maar eens naar die kop.